Om je voeten goed in kaart te krijgen, moeten we ze eerst goed analyseren. Door middel van de podoscoop op het analysestation wordt duidelijk of je een lage, middel of hoge voetboog hebt en waar de drukpunten zich bevinden. Op basis van de voet wordt de juiste maat van de inlegzool bepaald. Nu kan het custom proces beginnen. De inlegzolen gaan nu de ModuVac unit in. Hierin zullen de zolen gedurende 3 minuten geleidelijk verhit worden om ze flexibel en vervormbaar te maken. Terwijl de inlegzolen verhit worden, wordt een unieke afdruk van de voeten gemaakt in de siliconen kussens van het analysestation. Als na 3 minuten de inlegzolen goed verwarmd zijn, worden ze uit de ModuVac gehaald. De verhitte inlegzolen zijn nu flexibel en klaar om gevormd te worden. De inlegzolen worden in de unieke mal van je voeten geplaatst. Door de druk van je voeten worden de inlegzolen in de mal vervormd. Je blijft 6 minuten op de inlegzolen staan terwijl ze afkoelen en zich 100% naar je voeten vormen. Na 6 minuten zijn de zolen gehard en worden ze op maat geknipt. Als de inlegzolen op maat geknipt zijn, worden de randen van de inlegzolen met een schuurmachine gladgeschuurd voor optimaal comfort. Het resultaat: een 100% op maat gemaakte inlegzool. Optimale ondersteuning en comfort.